Johannes 8, vers 31 en 32. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Nederland zal worden gered. En met die stichting richten wij ons op 4 activiteiten. Het houden van spreekbeurten, het doen van evangelisatietrainingen, het maken van evangelisatiemateriaal. En als laatste het houden van grote massale openluchtcampagnes in Nederland. Nederland zal worden gered. De handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lucas. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En sprak: Mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hem die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat het stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen.
Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef, die Barsabas heette en ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden: u, Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Hoofdstuk 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? Een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenezen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwallen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luisteren naar deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem:
Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Hoofdstuk 3. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.
En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook alle profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Hoofdstuk 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël,
Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderen zij zich. En herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. En zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar wat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Hoofdstuk 5. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst
achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die het hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur, dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op. En allen die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden zij terug en berichten, wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte, zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hen, hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen.
Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer, van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Teudas op en die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht. En allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileër op, in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde. En deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Hoofdstuk 6. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen, die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.
hoofdstuk 7. En de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? En hij zei, mannen, broeders en vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land en dat ze hen tot slaven zouden maken en slecht zouden behandelen, 400 jaar lang. En het volk dat zij zullen dienen, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen zij uittrekken en mij dienen op deze plaats. En hij gaf hem het verbond van de besnijdenis. En zo verwekte hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac verwekte en besneed Jacob. En Jacob de 12 aartsvaders. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land, Egypte en Canaan en grote benauwdheid. En onze vaderen vonden geen voedsel. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er op de eerste keer op uit. En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend. En de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hen terug en liet zijn vader Jacob halen en heel zijn familie, die uit 75 zielen bestond. En Jacob kwam in Egypte en hij stierf, hij zelf en onze vader. En zij werden overgebracht naar Sichem en in het graf gelegd dat Abraham voor een geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte. Totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren. En hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen? Op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. En toen hij 40 jaar verstreken was, verscheen de engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag. En toen hij er naartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En de Heer zei tegen hem, maak de sandalen aan uw voeten los, want de plaats waarop u staat is heilige grond.
Ik heb de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is heel goed gezien. En ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu, kom, ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden, wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die aan hem verschenen was in een doornstruik. Deze heeft hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaar. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik, naar hem moeten luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was die tot hem sprak op de berg Sinaï en bij onze vaderen. En hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En zij zeiden tegen Aaron, maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan. Want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod. En zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de profeten. Hebt u de 40 jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon. Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals hij die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken, overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem ontvangen hadden, met Jozua in het land, dat de heidenen bezaten, die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef hij tot de dagen van David toe, die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan maar voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Juda en Samaria, behalve de apostelen.
en godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er stond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigden, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: geef ook mij deze macht, opdat in ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk,
daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Hoofdstuk 9. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos. Want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias! En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is, om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.
En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar een samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieksprekenden, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Aeneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. En er was in Joppe een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier. Hoofdstuk 10. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman, over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei: Wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen, die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe.
En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. Hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen. Dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: "Sta op, Petrus, slacht en eet." Maar Petrus zei: "Beslis niet, Heer, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is." En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem: "Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden." En dit gebeurde tot 3 maal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem: "Zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hem mee. Twijfel niet, want ik heb hem gestuurd." En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren, en zei: "Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent?" En zij zeiden: "Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man, die God vreest, van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van uw woorden van zaligheid te horen." Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: "Sta op, ik ben zelf ook maar een mens." En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen: "U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden." En Cornelius zei: "4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij. En die zei: 'Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken.' Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is." En Petrus opende zijn mond en zei: "Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem wel gevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem.
En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op heidenen uitgestort werd. Want zij horen en spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Hoofdstuk 11. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel en het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hier op mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die tegen mij zei, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslis niet, heren, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnen gegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft, als aan ons, die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan, dat ik bij machten zou zijn, God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven, die tot het leven leidt. Zij nu, die door de verdrukking, die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden.
Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over de hele wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Hoofdstuk 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeenten om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elke bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf.
en hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keren terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Hoofdstuk 13. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o, duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte weg van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn, en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië, in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagogen tegen hen zeggen, mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte.
En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagogen, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook.
Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere. En er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Hoofdstuk 14. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden, met hun leiders, om hen smalelijk te behandelen en te stenigen, vluchtten zij, toen dit tot hen doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystra en Derbe, en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het evangelie. En er zat in Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn aan mensen gelijk geworden en aan ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen: mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen, hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En door dit te zeggen konden zij de menigte er maar nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium en die de menigte overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië. En toen zij in Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. En daar vandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deuren van het geloof geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Hoofdstuk 15. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën, die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg. En zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus: mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemden de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.
Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: de apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed daar te blijven. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfilië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Hoofdstuk 16. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat hij met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersden recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.
En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat een hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hem. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden: laat die mensen los. En de cipier nu berichten deze woorden aan Paulus: de magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En zij kwamen smekend naar hem toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia.
En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Hoofdstuk 17. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonten bij hen naar binnen. En 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hem voor het volk te brengen. Maar toen zij hem niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen ze daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigte in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven daar achter. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus en in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige Epicurische en Stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En zij zeiden: mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt, waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft
hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Hoofdstuk 18. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. En vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heer zei 's nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zij zeiden, deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden, als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië. Nadat hij zijn hoofd in Kenchreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter. Maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden.
En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren. Maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem. En na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij versterkte alle discipelen. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaia wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hoofdstuk 19. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken, of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaia te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nadat hij twee van hen die hem dienden naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf nog een tijd lang in Azië. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië, overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen voor haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden, groot is de Artemis van de Efeziërs. En heel de stad raakte in opschudding. Ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden. Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen Paulus zich onder het volk wilde bewegen, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommigen van de oversten van Azië, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. De een nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem ongeveer 2 uren lang, groot is de Artemis van de Efeziërs. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had, mannen van Efeze, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets onderdags doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, er worden rechtszittingen gehouden en er zijn stadhouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. Hoofdstuk 20. Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar 3 maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. En tot in Azië vergezelden hem Sopater uit Berea en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotheus en Tychicus en Trofimus uit Azië. Deze waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas. Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen 5 dagen bij hen in Troas aan, waar wij 7 dagen verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren.
En een zekere jonge man, van wie de naam Eutyches was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem." En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assos, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hij zelf te voet zou gaan. En toen hij zich in Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En daar vandaan voeren wij verder en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios. En de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in Trochilion. En de daaropvolgende dag kwamen wij in Milete aan. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: "U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de geest, naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. En ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem. Zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Hoofdstuk 21.
En het gebeurde, nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos. De volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en het links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar 7 dagen. Zij zeiden tegen Paulus, door de geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. En het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip. Maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemais. Begroeten de broeders en bleven 1 dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die 1 van de 7 diakenen was, en bleven bij hem. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heere geschieden. En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En met ons gingen ook enigen van de discipelen van Caesarea mee. Die brachten een zekere Menason van Cyprus mee. Een oude discipel bij wie wij te gast zouden zijn. En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem, u ziet broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen. Behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Toen de 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden, mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep te hoop en ze grepen Paulus, sleurden hem de tempel uit en de deuren werden meteen gesloten.
En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over 100 mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan. Toen kwam de overste dichterbij, greep hem en gaf bevel hem 2 ketenen te boeien. En hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. En in de menigte riep de een dit en de ander weer wat anders. Maar toen hij door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij door de soldaten gedragen moest worden vanwege het geweld van de menigte. Want de volksmenigte volgde al schreeuwend: weg met hem! Toen Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de overste: is mij geoorloofd iets tegen u te zeggen? En hij zei: kent u Grieks? Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die 4000 gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde? Maar Paulus zei: ik ben een Joodse man uit Tarsus, een burger van niet onbekende stad in Cilicië. Ik vraag u, sta mij toe het volk toe te spreken. En toen hij het toegestaan had, gaf Paulus staande op de trappen het volk een wenk met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen toe in de Hebreeuwse taal en zei, hoofdstuk 22. Mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging die ik nu voor u zal uitspreken. Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei, ik ben een Joodse man, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde en ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde: wie bent u, Heere? En hij zei tegen mij: ik ben Jezus, de Nazarener, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: sta op en ga naar Damascus. En daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren. En zo kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde moment werd ik ziende en zag hem. En hij zei: de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En u, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. En het overkwam mij toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte en dat ik hem zag en hij tegen mij zei: haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in u geloofden in de gevangenis wierp en in de synagogen liet gijzelen. En toen het bloed van Stefanus, uw getuigen, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met zijn dood en paste op de kleren van hem die hem doodde.
En hij zei tegen mij, ga, want ik zal u ver weg zenden naar de heidenen. Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stemmen en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij schreeuwden en de kleren van zich afsmeden en stof in de lucht gooiden, beval de overste hem in de kazerne te brengen. En hij zei dat men hem onder geeseling moest verhoren om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over 100 die erbij stond, is het u geoorloofd een Romein te geeselen en dat nog wel onveroordeeld? Toen de hoofdman over 100 dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem. Hij zei, pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem, zeg mij, bent u een Romein? En hij zei, ja. En de overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen. En Paulus zei, maar ik ben zelf zo geboren. Meteen lieten zij die hem zouden verhoren hem verder ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd toen hij merkte dat hij een Romein was en dat hij hem had vastgebonden. En omdat hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, maakte hij de volgende dag zijn boeien los en gaf hij bevel dat de overpriesters en heel hun raad bijeen zouden komen. En hij bracht Paulus naar beneden en leidde hem voor hen. Hoofdstuk 23. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de raad gevestigd hield, mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester, Ananias, beval hen die bij hem stonden hen op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, wit gepleisterde, want zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? En zij die erbij stonden zeiden, scheld u de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus, ik weet niets, broeders, dat hij hoge priester is, want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Fariseeën, riep in de raad, mannen broeders, ik ben een Fariseer en zoon van een Fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Fariseeën en de Sadduceeën en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Maar de Fariseeën belijden het beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Fariseeën stond op en betoogden fel. Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. En toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste die bevreesd was dat Paulus door hem verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit de midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. En toen het dag geworden was, smeden enkele Joden een complot. Zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan 40 die deze samenzwering beraamden. Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden, we hebben onszelf vervloekt met een vervloeking dat wij niet zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. U dan, nu, laat de overste, evenals de raad, weten dat hij hem morgen naar u toe moet brengen, onder het voorwendsel dat u zijn zaken nauwkeuriger wilt onderzoeken. Wij zijn klaar om hem te doden nog voor hij bij u komt. Maar toen de zoon van Paulus' zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe. Hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdmannen over 100 bij zich en zei, leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei, de gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jongeman bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De overste nu nam hem bij de hand en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij, wat is het dat je mij te berichten hebt? En hij zei,
De Joden hebben afgesproken om u te vragen of u Paulus morgen naar de raad wilt brengen, onder het voorwendsel dat zij iets met betrekking tot hem nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. Maar laat u niet door hen overtuigen, want meer dan 40 mannen uit hun midden leggen een hinderlaag voor hem. Zij hebben zich met een vervloeking verplicht niet te eten of te drinken voordat zij hem gedood zullen hebben. Zij staan nu klaar en wachten op uw toezegging. Toen liet de overste de jonge man gaan en gebood hem: zeg verder tegen niemand dat je mij dit hebt laten weten. En toen hij twee van de hoofdmannen over 100 bij zich geroepen had, zei hij: maak 200 soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met 70 ruiters en 200 boogschutters. En laten zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en behouden naar Felix, de stadhouder, te brengen. En hij schreef een brief met deze inhoud: Claudius Lysias aan de zeer machtige stadhouder Felix, gegroet! Toen deze man door de Joden gegrepen was en door hen omgebracht zou worden, ben ik er met mijn soldaten op afgegaan en heb hem ontzet. Omdat ik vernomen had dat hij een Romein was, en omdat ik de reden wilde weten waarom zij hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad. Het bleek mij dat hij beschuldigd werd in verband met geschilpunten in zaken hun wet, maar dat er geen beschuldigingen tegen hem was die de dood of gevangenschap verdienden. En toen mij te kennen gegeven was dat er door de Joden een hinderlaag voor deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toegestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem hadden. Vaarwel. Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem 's nachts naar Antipatris, zoals hun bevolen was. En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem verder gaan en keerden zelf naar de kazerne terug. Deze overhandigden, toen zij in Caesarea gekomen was, de brief aan de stadhouder en droegen Paulus aan hem over. En de stadhouder vroeg, nadat hij de brief gelezen had, uit welke provincie hij kwam. En toen hij vernomen had dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: ik zal u verhoren als ook uw aanklagers hier gekomen zijn. En hij gaf bevel hem in het gerechtsgebouw van Herodes in bewaring te stellen. Hoofdstuk 24. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus, die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen: dat wij door uw toedoen grotere vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan het volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Maar om u niet lang op te houden, verzoek ik u dat u ons, met de welwillendheid die uw eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Wij hebben hem dan ook gevangen genomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over het volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan 12 dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad. En zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg, die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wetten en de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan. Niet met een menigte en ook niet met opschudding.
die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep tot ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden voor u geoordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak. En zei, als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 100 opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden. En niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstig oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen er 2 jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger. En Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Hoofdstuk 25. Festus dan ging, 3 dagen nadat hij in de provincie gekomen was, vanuit Caesarea naar Jeruzalem. En de hoge priester en de voornaamsten van de Joden verschenen voor hem met een aanklacht tegen Paulus en deden hem een verzoek. Zij vroegen om een gunst ten nadele van Paulus, namelijk of hij hem naar Jeruzalem wilde ontbieden. Zij waren van plan een hinderlaag te leggen om hem onderweg te doden. Maar Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in hechtenis werd gehouden en dat hij daar zelf met spoed naartoe zou rijden. Hij zei, laten zij onder u die daartoe in staat zijn dan meereizen. En als er iets onbehoorlijks in deze man is, laten zij hem beschuldigen. En nadat hij niet meer dan 10 dagen bij hem doorgebracht had, ging hij naar Caesarea. En de volgende dag, toen hij op de rechterstoel zat, gaf hij bevel Paulus voor te leiden. En toen hij daar gekomen was, gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen Paulus in die zij niet konden bewijzen. Hij verdedigde zich en zei, ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Maar Festus, die de Joden een gunst wilde bewijzen, antwoordde Paulus en zei, wilt u naar Jeruzalem gaan en daar in mijn tegenwoordigheid over deze zaken geoordeeld worden? Maar Paulus zei, ik sta voor de rechterstoel van de keizer en daar behoor ik geoordeeld te worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, zoals ook u heel goed weet. Want als ik onrecht doe en iets gedaan heb wat de dood verdient, weiger ik niet te sterven. Maar als er niets waar is van dat waarvan zij mij beschuldigen, kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer. Toen antwoordde Festus, nadat hij met de raad gesproken had, u hebt u op de keizer beroepen, u zult naar de keizer gaan. En toen er enkele dagen voorbij gegaan waren, kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. En toen zij daar verscheidene dagen doorbrachten, vertelde Festus de koning de zaken met betrekking tot Paulus en zei, er is hier een man die door Felix als gevangen is achtergelaten, om wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden voor mij verschenen om zijn veroordeling te vragen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben bewijzen van gunst de mens tot de dood over te leveren, voordat de beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldiging. Toen zij dan gezamenlijk hier gekomen waren, gunde ik mijzelf geen uitstel, maar ik ging de dag daarna op de rechterstoel zitten en gaf bevel de man voor te leiden. De beschuldigers brachten echter, toen zij hier stonden, tegen hem geen beschuldiging naar voren over de dingen die ik vermoedde. Maar zij hadden met hem enkele geschilpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, die gestorven was, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. En omdat ik in twijfel was over wat ik met het onderzoek van deze zaak aan moest, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daarover die dingen geoordeeld te worden.
En nadat Paulus zich beroepen had op zijn recht om in hechtenis te blijven totdat de verheven keizer van zijn zaak kennis zou kunnen nemen, gaf ik opdracht hem in hechtenis te houden totdat ik hem naar de keizer zou sturen. En Agrippa zei tegen Festus, ik zou die man ook zelf wel willen horen. En hij zei, morgen zult u hem horen. De volgende dag dan, toen Agrippa en Bernice met veel vertoon gekomen en het rechthuis binnengegaan was, samen met de oversten en de mannen die de voornaamsten van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgeleid. En Festus zei, koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse menigte mij heeft aangesproken, zowel in Jeruzalem als hier, roepend dat hij niet langer behoort te leven. Ik heb echter begrepen dat hij niets heeft gedaan wat de dood verdient, maar omdat hij zichzelf ook op de verheven keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te sturen. Ik kan mijn heer niets met zekerheid over hem schrijven. Daarom heb ik hem aan u allen voorgeleid en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want het lijkt mij ongerijmd een gevangene te sturen zonder de beschuldigingen tegen hem te kennen te geven. Hoofdstuk 26. En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals het van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en een opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal en zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom
hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen! Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisterden, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice, en zij die bij hen zaten. En zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. Hoofdstuk 27. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En omdat wij langs de kustplaatsen van Azië wilden varen, gingen wij aan boord van een Adrimiteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar de vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. En nadat wij daar vandaan weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs omdat de wind tegen was. En toen wij de zee, waar langs Cilicië en Pamphylië liggen, overgevaren waren, kwamen wij aan in Myra in Lycië. En de hoofdman, die daar een schip gevonden had uit Alexandrië dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Cnidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Creta langs ter hoogte van Salmone. En nadat wij daar nauwelijks voorbij gezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lasea dichtbij lag. En omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen. En zei tegen hun: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden zij in Phoenix komen om te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Creta. Maar niet lang daarna werd Creta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. En omdat het schip daartoe meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtes terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop
op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen, nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij hen kwam. En zij wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En zij vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Wij waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen van de roeren losmaakten. En na het ra-zeil gehezen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Hoofdstuk 28. En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan, haalden ons er allen bij vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de kou. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar: deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het beest echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachte en zeiden dat hij een god was. En hier, op ongeveer dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons en bood ons vriendelijk 3 dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed lag.
Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden naar hem toe en zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen en toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. En na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er 3 dagen. Daar vandaan voeren wij eromheen en kwamen in Regium aan. En doordat er na 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de 2e dag in Puteoli, waar wij broeders aantroffen en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen die de voornaamste van de Joden waren bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannen broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar zij zeiden tegen hem, wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen, en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeers over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens, en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd, ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met hun oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd.